Goedemorgen allemaal. Hier ligt de koffer en die moet hier achterop. Dat gaan we vandaag doen. Gisteren heb ik al een USB-aansluiting en een navigatiebeugel gemonteerd. Dat kan je zien in de video hiervoor. Maar vandaag gaan we deze koffer monteren. En als dat klaar is, dan ga ik de scooter verder in nieuw staat maken. Dan ga ik al het kunststof doen en al de andere dingen met de producten van Stipt Polish Point. Nou, ik heb de beugel gemonteerd. Of de voetplaat voor de koffer. Normaal zit dat met deze beugeltjes. Zit dat aan de onderkant, zit dat zo vast. Met een boutje en een moertje. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb gewoon in het achterste gedeelte heb ik gaten geboord. En ik heb de draad ingetapt. En nu is die helemaal niet meer eraf te halen. Nu kan je dat ding ook niet meer... Dat zit muur vast. Nou, dan kan er mooi het afdekplaatje overheen. Zo. En nou, dat ziet er toch weer netjes uit, dacht ik. Ik ga even de... Nou, die koffer die kan ik wel gelijk even pakken. Zo zit hij vergrendeld. Mooie sleuteltje, kan hij op slot. Kan hem niet openmaken. Nou, ik ben er zeer content mee hoe het uiteindelijk zit. Ik zal even laten zien van een afstandje hoe dat eruit ziet. Nou, zo ziet dat er van een afstandje uit. Eigenlijk was de klusje voor niks. Stelde eigenlijk niet heel veel voor. Ik dacht dat ik een hele beugel moest gaan maken, maar uiteindelijk pas je toch op die... Kijk, dit is die metalen... beugel en hier heb ik gewoon draad in getapt en daar zit hij op gemonteerd. Dus weer een klusje geklaard. Ik heb net trouwens de GoPro op mijn helm gemonteerd. Alleen ik moest hem vrij ver naar achteren monteren. Omdat anders, ik heb zo'n systeemhelm. Kijk nu. Kijk, hij zit vrij ver naar achteren. Maar ja, aan de andere kant is het misschien ook wel goed. Kijk, als ik het vizier open doe. Als dat zo gaat. Kijk, nou doe ik het vizier open. En dan zal ik de camera's aanzetten. Kijk, dat vizier, dat zie je. Maar dat gaat net. Dus we gaan hem straks even uitproberen. Ik moet toch een proefritje maken met de scooter, dus dan gaan we het eens even uitproberen.
ben even in Roosendaal. Ik moest nog een disselslot hebben voor de aanhanger. Maar staat hier ook achter mij een prachtig aanhangertje. Die zal ik eens even laten zien. Ik loop even bij het aanhangerscentrum in Roosendaal. Kijk eens wat een mooie aanhanger. Dat is een perfect ding voor een scooter in. Er zit een aan de achterkant een klep. Aan de zijkant een deurtje. Nou, hier kun je makkelijk een scooter en dergelijke of een motorfiets in vervoeren. Mooi ding. Ik heb net bij de aanhangwagenzaak heb ik een slot voor de dissel gekocht. Met zo'n haak, die kan je dan eronder monteren. Dus ik denk dat dat wel... Gaan we eens kijken of we dat kunnen monteren. Nou, ik heb die haak inmiddels gemonteerd. Die gaat zo onder de trekhaak. En dan duw je hier op deze plek duw je een slot er doorheen. En dan zit hij vast. Dus je kan hem achter de auto gebruiken. Maar als de aanhanger los staat, dan kan je dat ding ook gebruiken. Want dan kan je hem gewoon niet over de trekhaak doen. Als de slot erop zit. Dus een veilige manier van... aanhanger op slot zetten. Nou, de werkzaamheden aan de scooter zijn helemaal klaar. Ik moet hem alleen nog schoonmaken. Kijk, hij ziet er niet uit, hij is vuil. En dat kunststof is allemaal verweerd. Dit is lelijk. Dat moet allemaal schoongemaakt worden. Dus we gaan het eens even netjes in orde maken. Kijk, en dat doe ik met die producten van Stipt Polish Point. Het is duur, maar ja, het werkt wel goed. Ik begin met deze, die Real Effective Cleaner. Daar ga ik eerst het vuil allemaal mee losmaken. Kijk, dan spray ik in met die cleaner van Stipt Polish Point. En dan maken we dat even goed met een borstel helemaal schoon. En je ziet al hoe het vuil eraf komt. Dat werkt echt moorddadig. Kijk, dat is wel een verschil. Hier aan de binnenkant ook even. Aan de andere kant. Hier even alles goed.
Kijk, alleen dit al maakt een hemelsbreed verschil. Nou ja. Aan de achterkant had ik dat al gedaan, was ik tenminste ook al bezig geweest. Dus dan moet ik nog even schoonspoelen. Nou, ik ga nog even verder poetsen. Jullie zien straks het resultaat. Kijk, je kan zien dat die kunststof delen... Ja, dat is allemaal verweerd. Dat is beschadigd. Dus dat gaan we weer even helemaal netjes maken. En kijk eens aan. Daar staat gewoon weer een mooi nieuw scootertje. Kijk, het is nog niet helemaal droog. Dit droogt nog mat op. Helemaal, kijk. Dit ook. Kijk, dat droogt mooi mat op. Ik moet dit ding alleen nog even zwart spuiten. Het is jammer dat het beschadigd is, maar dat spuit ik nog even zwart. Ja, dingetjes toch, scootertjes toch mooi opgeknapt. Zo. Ook het achterkantje. Kijk eens even. Ook hier. Kijk. Jammer altijd. Want dat droogt gewoon mat op. Dus daar zie je eigenlijk niks van. Kijk. Het enige wat ik niet wegkrijg, dat is dit. Dat is benzine wat gelekt is. Ja, dat krijg je niet netjes. Voor de rest ja, is het gewoon weer een keurige nette scooter geworden. Dankzij de producten van Stipt Polish Point. Kijk, die kunststof delen, dat doe ik met die plastic restore. Dat droogt gewoon mooi mat op, zoals het hoort. Alleen ja, het is nu het is behoorlijk koud. Het is bijna tegen het vriespunt aan. Ja, iets zal 3 graden zijn of zo. Ja, dan droogt het natuurlijk niet zo snel. Maar, het is goed spul. Dus het project scooter is nou helemaal afgerond. Nou, het project scooter is klaar. Ik ben bijna door mijn lijstje heen. Ik moet nog een paar kleine dingetjes doen, maar dat is niet om een video over te maken. Dus in ieder geval voor deze video bedankt voor het kijken. Tot de volgende!